Goedenavond, welkom bij dit webinar van de vakgroep Akkerbouw en Vollegronds Groente over gewasbescherming. Maar voordat we daarmee starten, heb ik eerst een filmpje van Jaap Verwenum. En dat gaat over iets anders. Dat wil ik graag u eerst laten zien. We zitten midden in een webinar over plantgezondheid, maar ik wil jullie toch ook even bijpraten over de stikstofplannen die LTO samen met een aantal partijen, natuur- en milieuorganisaties, maar ook VNO-NCW en MKB Nederland, plannen die LTO op de formatietafel heeft neergelegd om de stikstof verder te reduceren en daarvoor veel geld vrij te maken. Ik denk een goed plan. Je moet de regie pakken op dit moment. Hè. Er wordt geformeerd en er zitten partijen aan tafel die ons misschien niet altijd gunstig gezind zijn en je weet niet wat de uitkomst is. Dus ik denk goed dat LTO die handschoen heeft opgepakt. Hoe zitten wij er als akkerbouw in en wat is onze standpunten? En die standpunten gelden eigenlijk breed voor de plantaardige sectoren, zeker ook voor de volgroentesector. Wij letten heel erg op de vrijkomende gronden. Als bedrijven vrijwillig besluiten te stoppen of te verplaatsen, dan blijft de grond in de sector. Dat is een goede afspraak. Maar er moet ook geëxtensiveerd worden, staat er in de stukken. Minder vee per hectare. Maar extensiveren moet ons inziens niet leiden tot bepaalde teelten in bepaalde gebieden niet meer kunnen. Dus daar letten wij op. Wij zijn bereid om mee te gaan op het spoor van natuurinclusieve landbouw. En daar onze stappen te zetten. Mits daar ook een goed verdienmodel bij zit. Dat spreekt voor zich. Maar teelten moeten mogelijk blijven. Daar gaan we voor. Er komen gebiedsprocessen en we moeten zorgen dat we daar ook vanuit de plantaardige sectoren goed aan tafel vertegenwoordigd zijn om dit belang ook bij de andere partijen onder het voetlicht te brengen. Dat is onze inzet. Goed, nu weer terug naar de gewasbescherming. Ja. Excuses voor het wat rommelige starten, maar ik ben ook geen techneut, zo moet ik denken. Ik heb van andere dingen geleerd. We gaan verder met het webinar gewasbescherming van de vakgroep Akkerbouw Vollegronds Groente. Ik heb hier aan tafel twee heren, Dirk-Jan Beuling, vakgroeplid en ook portefeuillehouder vanuit de vakgroep Gezonde Planten voor Gezonde Planten. En Peter van het Westeinde, eigenlijk hier een nieuw gezicht. Misschien is het goed dat jij je even voorstelt, Peter. Zal ik doen, dankjewel. Peter van het Westeinde, samen met Peter Knippels, secretaris van de vakgroep Akkerbouw en Vollegronds Groente. En daarnaast ook nog coördinator effectief middelen- en maatregelenpakket voor onder andere de sector Vollegronds Groente. Daarnaast ook nog boomkwekerij en de paddenstoelen. Dus bezig met de kleine problematieken in de kleine teelten. Ja, maar je weet ook voldoende van grote teelten als akkerbouw volgens mij. Ja, dus in het verleden ook nog camp geweest voor de akkerbouw. Dus wat dat betreft kom ik hier niet onbeslagen ten ijs. Hoi. We hebben eigenlijk een programma voorbereid waarin jij Peter ons over een aantal onderwerpen meeneemt. Wat de actualiteit is, wat er speelt. Ja. Ja, en daarnaast is natuurlijk voor u als kijker thuis de mogelijkheid om gewoon vragen te stellen en mee te doen. Ja, aan het gesprek hier aan tafel, wil ik u van harte graag voor uitnodigen. Ja, en eigenlijk het eerste onderwerp wat op de agenda staat is toch wel iets wat toch wel aansprekend is. Glyfosaat. Peter? Ja, we houden er niet over op, over glyfosaat. Gelukkig niet. Bijna 5 jaar geleden een verlenging gehad als werkzame stof in Europa voor 5 jaar. Dat betekent dus dat de einddatum van de actieve stof weer in beeld is. Hè? 15 december 2022. Dat betekent ook dat je daarvoor een aantal stappen moet zetten als toelatingshouder. En Bayer zit in de Glyphosate Renewal Group. Dus dat is een soort taskforce die de actieve stof verdedigt, zeg maar. Die hebben reeds een dossier ingediend bij de Europese Commissie. En ik heb toevallig van de week nog even gecheckt, want ik wist dat ik hier zou zitten vanavond. Hoe dat zit met dat dossier. En ja, goed, vanuit Bayer. En misschien zeggen ze dat omdat ze het product verkopen. Maar zij zien in ieder geval dat het dossier er goed uitziet. Dat er vanuit de Europese Commissie op dit moment geen gekke vragen komen. Dus wat dat betreft, dossier technisch gezien, zit het voor elkaar. Normaal gezien rapporteert EFSA, dus het is de commissie van de Europese Commissie, die kijkt naar de, dat is eigenlijk het Europese CTGB, zeg maar, die kijken naar de stoffen. Die hebben het voor glyfosaat even iets anders gedaan, daar kijken nog 4 landen mee. Er is een clubje gevormd en dat zijn Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden. Die kijken mee met het dossier, dus dan hoeven ze in Europa niet al het werk te doen. Dus een deel van het werk wordt zelfs in Nederland gedaan.
Nou goed, dat werk is nu aan de gang. Hè. Dus in de loop van 2022 zal er meer duidelijkheid over komen. Dan weten we ook, en die contacten hebben we gelukkig met Bayer voldoende, of daar aanvullende vragen gesteld worden, hè, of iets misschien uitgesteld wordt, of dat er wat kinken in de kabel zijn. Op het ogenblik, wat ik net al zei, is dat niet zo. In de loop van 2022 gaan we dat horen of er aanvullende vragen gesteld worden. Die worden overigens ook openlijk gecommuniceerd door de Europese Commissie. Dus dat zou als goed iedereen moeten kunnen zien. Maar wij volgen dat in ieder geval op de voet. En dan weten we dus eigenlijk al of er een verlenging aankomt na 2022, na 15 december. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan hebben we altijd nog een periode van uitverkoop en opgebruik. En meestal is dat een jaar, maar dat is altijd lastig om te voorspellen. Sommige stoffen doen ze dat anders. En dan komt het grootste probleem eigenlijk van de stof. Hè? Want milieutechnisch gezien is er eigenlijk geen probleem met glyfosaat. Want als je het spuit, is het binnen een paar dagen al afgebroken. Dan wordt het een politiek besluit. En dat is natuurlijk 5 jaar geleden al een keer gebeurd. Want normaal gezien krijgt een stof 15 jaar verlenging en deze was maar 5 jaar. En dan wordt het gewoon een meerderheid in de Europese Commissie, in de commissie die dat besluit in ieder geval in eerste instantie. Als daar geen meerderheid komt, dan gaat het echt naar de Europese Commissie en wordt daar een besluit genomen. Het voordeel alleen daarvan is dat het besluit wat daar genomen wordt, is meestal conform het voorstel. Dus als er technisch gezien niks op het dossier aan te merken is, dan kunnen ze ook weinig doen. Dus alleen als de landen zouden besluiten dat hij er niet zou komen, dan heb je een probleem. Als de commissie een besluit moet nemen, kunnen ze eigenlijk alleen maar een technisch besluit nemen. Nou, we hebben zelf natuurlijk als sectoren al wat voorwerk gedaan, want we hebben voor oogsttoepassingen al laten vallen. Hè. Misschien kan Dirk daar nog even op reflecteren wat we daar als sector van vinden, maar de voor oogsttoepassing in graan en bonen, die is al komen te vervallen, hebben we zelf gedaan. Eigenlijk ook om het behoud van de onder andere plekswijze toepassingen of inderdaad een voorzaai toepassing om het af te branden, om die mogelijk te houden. Om gewoon even te kijken dat we de problemen voor zijn. Maar als je natuurlijk in voedingsstoffen gaat vinden, dat is een heel ander verhaal. Dus op voedingsstoffen moet je het gewoon niet spuiten, maar dat is in Europa dus nu al de regel. Dus dat is de stand van zaken van glyfosaat in het kort. Ja. Als je kijkt naar het hele beoordelingsproces, dat is altijd een van de dingen die ik ook meekrijg vanuit het bedrijfsleven, de akkerbouwers van en volle grondgroentelers. Ja, het gevoel, het is een politiek besluit, de politiek beslist. In hoeverre is dat hele trek wat jij noemt op Europees niveau, gaat het daar ook over feiten en over, zeg maar, over de feitelijkheden en niet over gevoelens en meningen? Het gaat gelukkig bij het gros nog steeds om de feiten als ik ze nu voorbij zie komen. Want iedere maand is er een vergadering en dat heet dan weer technisch, maar dat is de Scopaf. En die beoordeelt eigenlijk over de stoffen en Scopaf valt onder de Europese Commissie. Mm-hmm. En die heeft iedere maand de vergadering. Ene maand stoffen, andere maand MRL's. En daar gaat het eigenlijk nog steeds over inderdaad de inhoud van het dossier. En niet zozeer over de politiek. Want de mensen die daar zitten, dat zijn de Nederlandse vertegenwoordiger is een werknemer van de LNV bijvoorbeeld, ja, die daar zit. Ja, nou, dat wou ik even net vragen. Van wie zit er namens Nederland? Dus een medewerker van de LNV, ja, een ambtenaar. Waar wij overigens weer goed contact mee hebben, gelukkig. Oké, okay. Want hoe dicht zitten jullie erop? Nou, we zijn, ik zal straks nog even inderdaad verder over de inhoud van het werk vertellen, maar we zijn met 7 camps voor de verschillende sectoren in Nederland. En we hebben gewoon eigenlijk allemaal, als we het allemaal bij elkaar optellen, misschien wel wekelijks contact met die persoon. Ook personen bij de NVWA, die daar dan weer voor de MRL, voor de residu-discussie zitten. Hè, dus dat is de andere maand, zeg maar. Mm-hmm. En ja, als er problemen zijn, dan proberen we daar toch wel even op voor te sorteren. Om even te checken wat we gaan doen. En kijk, CTGB of LNV vraagt voor iedere Europese vergadering, en daar zitten een aantal voorstellen op. Stel dat daar een voorstel op staat van we willen glyfosaat verbieden, vragen ze altijd stel ze altijd de vraag aan het CTGB van wat moeten we gaan doen? Wat moeten we gaan stemmen? En CTGB geeft dan een antwoord van ja, dit dossier ziet er zo slecht uit, ik zou tegenstemmen. En dan stemt LNV vervolgens tegen. Dus daar zit niet heel veel licht tussen. Dus we weten van tevoren wat dat betreft wel wat er gebeurt. En het meeste is nog in de gat. Er zijn er 2, imidacloprid, Neonix in het verleden en nu glyfosaat. Dat zijn politieke zaken. Ja. En de rest gaat gelukkig nog om de inhoud. Ja. Een van de dingen die vragen uit het veld komen is, zitten er dicht genoeg op? En daar is eigenlijk je antwoord ja op. Ja. Ja, en we zitten dicht op LNV, maar ook dicht op de industrie. Ja, oké. Okay. Als jij zo eens kijkt naar het hele dossier glyfosaat, Dirk-Jan, hoe gerust ben jij erop? Hoe gerust ben jij erop? Kijk,
Als het is, wat Peter zegt, als wij uit kunnen gaan van de feiten zoals ze voorgelegd worden, ja, dan hoef je daar niet ongerust om te zijn. Maar ik weet natuurlijk ook allemaal wel de discussies die gaan over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. En dan is glyfosaat natuurlijk wel een hele specifieke. En dat komt natuurlijk mede door het effect van spuiten met glyfosaat, gele, oranje velden. Het valt allemachtig op. Werd het maar niet geel en werd het maar gewoon, verkleurde het maar gewoon tot bijna niets, dan was de discussie denk ik al heel anders. En daar hebben we natuurlijk zelf wel een uitdaging in met elkaar om te zorgen dat we, nou ja, als we gespoten hebben, om na een klein weekje alvast nog grondbewerking toe te passen, zodat dat minder zichtbaar is. Hè, dat is een stukje gedrag waar we met elkaar zelf ook wel in de hand hebben. Ja, en dan krijg je minder snel een discussie. Dus daar hebben we zelf denk ik als sector wel invloed op. Ja. Maar ik denk dat als het gaat over, ja, daar heeft dus de vakgroep eerder ook over gecommuniceerd. Ja, en wat ik toch dan even, iedereen op wil wijzen, er is op de website van LTO Noord, en je zoekt op glyfosaat of op een aantal andere zoekwoorden, daar staat een hoop informatie over hoe je op een goede manier glyfosaat kan toepassen, wat als wat goed is, of welke alternatieven er mogelijk zijn. Ja. Want er zijn ook natuurlijk alternatieven mogelijk, Dirk-Jan. Ja, nou, er zijn niet zoveel alternatieven als het gaat van die voorzaai toepassing, zeg maar. Hè. Dus gewoon starten met een schone lei. Als we de discussie hebben over niet-kerende grondbewerking, is natuurlijk eigenlijk een must om daar glyfosaat bij toe te passen. Doe je dat niet, hou je toch restanten aan onkruid over. En is de neiging om toch weer die ploeg uit de schuur te pakken en te gaan ploegen. En ja, dan heb je dus gewoon een contradictie in de hele discussie van niet-kerende grondbewerking, toepassing van glyfosaat. Ja. Hoe ga ik starten met een schone lei? En ja, als je dan ziet de schadelijkheid van glyfosaat voor de omgeving en voor ons allen, ja, dan denk ik van, ja, het kan toch niet waar zijn dat wij eigenlijk zo'n eenvoudig middel gaan verliezen op misschien wel heel grote politieke invloed. Ja. En wat we zelf als sector kunnen doen is gewoon verantwoord mee omgaan. Ja. Daarom mogelijk alternatief te gebruiken. En wat Peter zegt, ja, gewoon dicht op de bal blijven zitten. Ja. Om ja, toch een beetje ook invloed te kunnen uitoefenen. Ja. Is dat eigenlijk de conclusie voor glyfosaat? Ik denk het wel. En er zijn natuurlijk, maar dat doen we gaan volgende week aandacht aan besteden. Maar we hebben natuurlijk een heel uitvoeringsprogramma. Ja. En daar zit ook een project glyfosaat onder. Nou, er staan al wat dingen inderdaad op de site van LTO Noord. Ook op de andere sites volgens mij. En daar zijn gewoon inderdaad dingen die je kan doen om in ieder geval het gebruik of het gebruik te verminderen of het anders te gebruiken inderdaad. Hè. En het inderdaad, ja, laat je veld raaigas als wat je als groenbemester dood hebt gespoten 5 weken liggen of nog langer. Ja. Of zorg je dat het gelijk ondergewerkt wordt. Ja. Dat vergt gewoon een andere manier van werken, maar dat is denk ik wel een van de grote mogelijkheden. En ja, ik heb altijd geleerd, als je een toepassing doet, moet je zorgen dat die één niet in de krant komt en twee, dat die komt op de plek waar die zijn werk moet doen. Ja. En dan denk ik dat we heel veel problemen minder hebben. Ja. En wat ik zelf vind is van, het is ook een uitdaging, ik denk dat is een oproep aan iedereen. Ga gewoon met je lokale overheid, met je mensen in je omgeving in gesprek van waar ben ik mee bezig en leg uit wat je doet, want dan ja, dan is er in ieder geval kans op een groter draagvlak als dat er nu is. Ja, ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat geldt voor andere onderwerpen straks ook. Blijf in gesprek met je omgeving. Ja. Ja. En eigenlijk van het ene, ja, ik zou bijna zeggen, probleem naar de volgende, een andere uitdaging. Iets anders. Fungicide, Peter. Ja. Mangosep, wat we niet meer kunnen gebruiken. Verwacht ik dat eigenlijk een kleinere uitdaging is, of een mindere uitdaging moet ik dat zeggen. Want inderdaad, mancozeb is verdwenen en om, ja, om denk ik goede redenen. Want dat is het laatste, als het middel bewezen giftig is en als je er inderdaad Parkinson van zou kunnen krijgen, ja, moet je het dan nog willen gebruiken. Dat is wel een belangrijke, denk ik. Want kijk, je kunt zeggen wat je wil, maar middelen worden ook niet voor niks op Europees vlak verboden, zullen we maar zeggen. Dus wat dat betreft zijn er natuurlijk wel regels voor. Met mancozeb, en er zijn natuurlijk wel een aantal kleine uitzonderingen waar misschien nog problemen ontstaan. Maar ik verwacht in de akkerbouw, maar dan moet misschien Dirk-Jan ook nog even zeggen straks, dat nog redelijk meevalt. Hè. De grotere problemen liggen denk ik buiten de akkerbouw. Er zijn nog voldoende fungiciden over, zeker in de grotere teelten. Maar je moet wel goed nadenken over hoe je die in gaat zetten. Hè. Je zit met resistenties, werkt het nog wel? Je moet meer naar maatwerk toe. Maar dat denk ik dat we in de toekomst toch moeten. Maar dat is zeker hierdoor het geval. Ja. Ja, we hebben het over grote teelten. We komen zo op terug over zeg maar, akkerbouwteelten. Hoe zit het in de volle grondsgroente, Peter? Nou, in de volle grondsgroente, heel plat geslagen, redden ze het zonder mancozeb ook nog wel gelukkig. Dus wat dat betreft zijn daar niet, zijn ook de fungiciden niet het grootste probleem. Hè.
ik krijg dan natuurlijk redelijk wat zaken te horen. Meerdere malen overleg met een groep specialisten, adviseurs en ook telers. En de problemen die daar aan bod komen zijn toch vooral onkruidbestrijding en insecticide. Okay. En insecticide is natuurlijk inderdaad door het verdwijnen van de neonix. Moet je een aantal andere dingen gaan doen. Dat heeft zich ook wel weer gezet inmiddels. Maar ik denk ook niet dat fungicide daar nu... Ja goed, dit voorjaar is misschien even wat anders. Maar in een... En misschien is het wel een normaal jaar, kun je ook zeggen. Maar normaal gezien redden we het zonder mancozeb. En dat is tot nu toe ook gelukt. Want hoe pas je... Want jij gebruikt mogelijk ook mancozeb. En nu zonder mancozeb aan de slag. Nou ja, we mogen nog een jaartje afleren, om het zo maar even te zeggen. Ja. Kijk, het mooie van mancozeb is natuurlijk, het is een breed werkend middel. Het is makkelijk toepasbaar. Ik denk relatief niet duur. Nou, dat zijn denk ik een heel aantal belangrijke dingen. En wat er dus nu eigenlijk gevraagd wordt, is van veel meer fine-tuning van waar ben ik mee bezig. Wellicht werken met nog meer beslissende ondersteunende systemen. Weten hoe het ziekte eruit ziet, hoe die zich ontwikkelt. Ter voorkoming van... resistenties, ja, daar wordt meer gevraagd. Kijk, mancozeb was gewoon breed werkend middel, je legt erop en je kreeg helemaal geen problemen. Ja, en dat gaan we kwijtdragen. Dus er wordt meer kennis en maatwerk wat er verlangd. Ja. Maar ga je straks ook, zeg maar, noem het maar scouten door de partijen heen en daar waar mogelijk ook wellicht plaatsen specifiek spuiten? Of? Ja, dat is misschien nog wel, dat laatste is nog wel een stukje toekomstmuziek, maar ik zie dat die mogelijkheden gaan komen met het meer toepassen van drones. Want je zegt van ga je zelf meer scouten. Natuurlijk zeg ik, want dat doe ik altijd al. Hè? En dat gelooft natuurlijk iedereen meteen als ik dat zeg. Maar dat soort technieken gaan we dan wel gebruiken. En ik heb wel een verwachting dat met een drone en met sensoren al een ziekte is te zien. Terwijl ik hem zelf nog niet met mijn blote oog kan zien. Nou, en als je dan een combinatie kunt maken met plaatsspecifieke toepassingen. Ja, ik denk dat een ontwikkeling is waar we naartoe gaan. Willen wij voldoen aan de wensen en eisen van 2030, waar we het volgende week over hebben. Ja, ik wou zeggen, want dit is volgens mij ook een thema van 2030. Ja. Ja. Nee, maar daar liggen wel kansen. En je ziet natuurlijk wel, op een moment als een middel verdwijnt, dan komt er meer energie om te gaan zoeken naar alternatieven en hoe lossen we het probleem op. Ja. Maar daar heeft de vakgroep ook een rol in om dingen aan te jagen of te stimuleren. Nou ja, dat doen we ook door middels de... onderzoeksvragen die bij BO Akkerbouw binnen zijn gebracht. Ja. Geven zeker dit soort aspecten, geven daar voorrang aan. En daar gaan we ook graag op stimuleren. En niet alleen op de middelen, maar ik denk ook op technieken, zeg maar, die mogelijk zijn. Een verdere spuittechniek, plaatsspecifieke toepassingen, sensor. Nou, daar... Dan houden we dat voor volgende week vast. Anders hebben we ook het webinar van volgende week al gedaan. Dat is ook zo wat. Ja, Peter, je noemde het al, insecticide. Dat is een mooi bruggetje naar vergelingsziekte suikerbieten. Klopt. En dat zijn inderdaad de neonix die er natuurlijk niet meer zijn. Hè. De zaadbehandeling met sombrero was het in dit geval. Maar in ieder geval de imidacloprid. Die in verschillende verschijningsvormen op de markt is geweest. Het politiek besluit dat het niet meer is. Hè. Zullen we maar even ophouden. Want het middel... kon gewoon gebruikt worden. Daar zijn we natuurlijk als camps, en dan moet ik wel even aangeven dat voor de akkerbouw dat werk gedaan is, deels door Hans de Keizer, vanuit de BO Akkerbouw ook, vrijstelling aangevraagd voor Batavia en Closer. Samen met Koosun hebben we naar gekeken inderdaad of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Die zijn dit jaar vrijgesteld, even uit mijn hoofd gezegd, volgens mij vorig jaar ook al. Dat was voor overbrugging, hè? Want we werden natuurlijk voor het blok gesteld dat er in één keer geen behandelde zaden meer beschikbaar waren. Buiten degene die nog een beetje over hadden van vorig jaar. Maar die mocht je eigenlijk ook niet meer uitzaaien. Maar dat is een overbrugging naar een blijvende oplossing. Hè? Dus er wordt natuurlijk wel gezocht naar oplossingen in het onderzoek. En ook door de zaadbedrijven, want de zaadbedrijven zijn hier wel van groot belang, denk ik. Die zijn nu in één keer natuurlijk weer gaan kijken naar veredeling op vergelingsziekte. Want dat is in het verleden was het een van de belangrijkste zaken waar ze op veredelden. Daar zijn natuurlijk andere dingen bijgekomen die belangrijker werden. Maar die zaadbedrijven die hebben eigenlijk de sleutel in handen tot een gezond gewas. Want die kunnen veredelen op ziektegevoeligheid. Waardoor je inderdaad sommige dingen niet eens meer hoeft te behandelen. En dat was voor die vergelingsziekte, was dat natuurlijk met de zaadbehandelingen goed geregeld. Ja, als dat in één keer wegvalt, we hebben natuurlijk in de afgelopen 2 jaar gewoon de gele plekken zien ontstaan en groter zien worden in de suikerbietenvelden.
Dus ja, er moest wel iets gebeuren. En dan hebben we nu die vrijstellingen gekregen, gelukkig voor overbrugging. Maar ik moet nog zien of we voor 2022 wel de kant-en-klare oplossing hebben. Het kan zomaar zijn dat we die verlengen of die vrijstellingen nog een keer moeten verlengen. Normaal gezien is dat wel mogelijk. Maar ja, dat wordt er ook niet makkelijker op. Want vrijstelling is ook een instrument wat LNV niet echt bemoedigt, laat ik het zo maar even zeggen. Het wordt lastiger om dat te doen. Heeft ook niet mijn voorkeur in principe, want het is vrij duur. Je krijgt hem voor 120 dagen. Nou is dat voor de bieten op zich geen probleem. Maar dan heb je hem voor een jaar en dan moet je volgend jaar weer opnieuw. En dan moet je dus dezelfde kosten maken, terwijl CTGB en NVWA dezelfde beoordeling moeten doen. Want het probleem is niet veranderd en het middel ook niet. Mag je nog een keer de kosten betalen en dan heb je meer maar voor 120 dagen. Dus als je weet dat daarna een oplossing komt, ja, kun je daar nog mee leven natuurlijk. Maar het zijn wel ad hoc oplossingen. Ja. Je liet dat woordje kosten vallen. Ja. Want ik krijg ook een vraag over Mangosub, over kostprijs. Ja, even maar een aanname, daar hoor ik graag reactie op. Ik ga ervan uit dat Batavia en Closer duurder zijn dan de Neonix. De hele toepassing. Ja, dus ik spuit ze zelf niet jaarlijks, nee. Maar ik kan me dat zomaar voorstellen. Ja. Nee, want dat is ook de opmerking over de opmerking in de chat van vervallen van Mangosub is wel een probleem voor de kostprijs, in dit geval van uien. Het is allemaal wel kostprijsverhogend. Dat is even iets. En ik weet niet of jij daar vanuit de praktijk iets over kan opmerken, Dirk-Jan. De nieuwe middelen die komen, het zijn allemaal wel duurdere middelen. Nou, ik denk, het is een terechte opmerking dat die kostprijs omhoog gaat. Daar staat tegenover dat wij wel kunnen zeggen dat wij een duurzamer product zijn gaan telen, doordat wij andere middelen gebruiken, zeg maar, die daar op een andere weging hebben gehad. Nou, en dan kom je natuurlijk meteen op het punt waar onze voorzitter ook al druk mee heen en weer is, van ja, worden wij voldoende beloond inmiddels het verdienmodel voor het extra maken, voor die kosten, voor die duurzaamheid. Dus dat is een heel andere discussie. Maar dit is wel echt een basis om te zorgen dat we die discussie wel scherp houden. En niet alleen, denk ik, naar de consument toe, ook naar de verwerkers van onze producten. Hè. Dan is suiker in dit geval, komt niet allemaal in het schap. Maar gaat ook veel verder. Nou, ik denk dat een heel belangrijk ding is. Ja. Wat je dus ook wel ziet is van, hè, jij had het over scouten. Nou, er is dus ook een dingetje wat dus nu bij de suikerbieten ook is van, ja, men wordt verwacht om meer te gaan zoeken van, zijn die luizen er, hoeveel luizen zijn er? En je schadebeeld bepalen, zeg van, en dan overweging maken, moet ik wel of niet gaan spuiten? Ja, maar is dat iets wat je als ondernemer zelf doet? Of is dat iets wat ook vanuit zeg maar vanuit de Coast & Beat Company of andere bedrijven ook gestimuleerd wordt? Nou, die bieden wel ondersteuning daarbij aan. Maar ook hiervoor geldt om toch zelfs vaker zelf het veld in te gaan. En om te voorkomen dat het niet een kalenderspuiten gaat worden. Want ik denk dat we onszelf daar geen dienst mee gaan bewijzen. En zeker niet als je het over de kosten hebt. Ja. Dus we zullen meer moeite moeten doen om ons gewas vrij te houden van de verhelingsziekte. Onder andere in dit geval. Scout, het is eigenlijk onderdeel van een heel systeem. Daar is een hele mooie term voor. Integrated Pest Management. Ofwel Integrated Crop Management. Daar is daar een onderdeel van. Daar hangt er zelfs een hele mooie sheet van met puzzelstukjes. Peter, kun je ons is daar doorheen meenemen? Ja, in principe zijn we als ondernemers al verplicht om te werken volgens IPM. Dat is in wetgeving neergelegd. En dat is inderdaad deze 8 stappen. En dat begint natuurlijk bij een goede preventie. Hè. Dus zorgen dat je inderdaad schoon start en dat je grond op orde is. Dat denk ik dat ook een van de belangrijkste is. Daar hebben we ook weer inderdaad goede mest voor nodig. Maar dat is volgens mij een ander webinar geweest. Maar dat is wel iets waar je een goede basis mee legt. En dat is wel heel belangrijk, denk ik. En dan zijn natuurlijk al heel veel dingen hè, die je eigenlijk automatisch al doet. En dat wordt niet gezien als IPM, maar bij wijze van spreken, als jij 's ochtends de hond uitlaat en je loopt langs je veld en je ziet daar een paar dingen, dan ben je eigenlijk al aan het monitoren. Ik weet van fruittelers die in de winter snoeien, die knippen slechte takken weg, zodat ze in de zomer daar geen problemen mee hebben. Dus dat is eigenlijk ook al een stukje niet-chemische bestrijding die je al zelf doet. Hè. En zo doe je denk ik, zo doen heel veel mensen al een heleboel wat in deze 8 stappen past, wat je eigenlijk niet eens bewust doet. Maar je doet het eigenlijk al onbewust bekwaam noemen ze het geloof ik. Dat je inderdaad gewoon onbewust al doet wat je moet doen. Dus dat is eigenlijk heel populair gezegd zijn we al goed bezig wat dat betreft. Maar ik denk dat je nog wel even van deze 8 stappen bewust zou moeten maken. Hè. Je moet inderdaad goed beginnen.
je moet goed je gewas in de gaten houden. Wat Dirk Jan net ook al zei, gewoon kijken wat er gebeurt in dat gewas. En misschien kan je dat een drone laten doen of moet je dat zelf doen. Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Maar je moet het inderdaad goed in de gaten houden. En dat is niet alleen je aardappelgewas en je gebietengewas, maar dat kan ook net zo goed je graangewas zijn, waar ook wel eens problemen kunnen ontstaan. Dat moet misschien een keer minder zijn. Maar, en dan kan je gaan kijken inderdaad of er schade optreedt. Hè. Kun je nog zien of de drempelwaardes getolereerd kunnen worden. Dus je hoeft niet voor iedere luisje wat er zit gelijk te gaan spuiten. Dus je kan kijken wat je zou kunnen doen. En je kunt ook nog een keer terugpakken dat je als de eerste er zit, dat je curatief wegspuit. Niet alles preventief, dus niet het kalenderspuiten wat Dirk Jan net noemde. Dan kijken we natuurlijk nu steeds meer naar groene middelen. En ik maak daar altijd maar van goede groene middelen. Hè. Ze moeten wel doen wat wij denken dat ze doen. Hè. En niet en dat zal lastig genoeg zijn. Het ene jaar wel effect hebben, het andere jaar niet. Dus natuurlijk wel weersinvloed ook wat daarbij hoort. Maar daar moet je wel goed naar kijken, denk ik. En er zijn goede chemische, niet-chemische oplossingen. En er komen er steeds meer. Hè. En volgens mij is eigenlijk van de week een motie van Tjeerd Groot langskomen om zelfs een apart loket bij CTGB te maken voor groene middelen. Ja. Dat gaat hem niet worden, denk ik, want CTGB komt nu al om in het werk en ze hebben mensen te weinig. Maar dat is ook een van de grote redenen waarom die groene middelen niet voldoende doorkomen. Want ik heb wel eens maar laten vertellen dat er in Amerika, Verenigde Staten, die ook toch wel eens kijken naar een risicootje, daar zijn er 450 op de markt en wij hebben er nog geen 45. Dus dat is wel een dingetje waar we in ieder geval aan moeten werken. Maar ik denk dat ze er zijn en ik denk dat ze er ook heel snel meer komen. En dat we ook richting 2030, en dat is niet alleen met techniek wat we net over hadden, dat dat een oplossing wordt. Maar ook die groene middelen, daar gaan we wel heel veel aan hebben. En dan gooi ik ze maar even op een grote hoop. Er zijn ook laag risicomiddelen en allerlei dingen. Ik noem het allemaal maar even groen, al mag dat niet van iedereen. Maar, en dan kun je dus inderdaad kijken, hè, van, als het daar niet meer lukt, kun je nog met selectieve middelen aan de gang. Hè, de vijfde stap, van inderdaad, hè, breedwerkende middelen hebben we al bijna niet meer, denk ik. Dus er komen al steeds meer selectieve middelen. Dus dan ga je echt inderdaad bestrijden waar je last van hebt op dat moment inderdaad. Hè. En dan hebben er ook geen andere beestjes last van of andere schimmels zelfs die in de bodem zitten. En dan kun je nog kijken inderdaad of je terug kan. Hè. Dan kijk heel veel en dat doen volgens mij heel veel mensen ook al. De etiketdosering is niet altijd hoog nodig. Hè. Als de omstandigheden anders zijn kan je met een beetje minder ook nog wel toe. Dus dan reduceer je ook al. Hè. Ik heb een wijs iemand wel eens ooit horen vertellen, alles wat je niet gebruikt kan in ieder geval ook niet in de sloot terechtkomen of ergens anders. Dus wat dat betreft is reduceren ook al een hele goeie. En dan moet je inderdaad naar uit gaan kijken en dat wordt wel een lastige stap 7, dat je naar antiresistentie moet gaan kijken. Want als er steeds minder middelen overblijven, ja, dan kom je met die antiresistentie wel eens in de knel. Dus dat vind ik zelf ook nog wel een lastige. Maar goed, ik heb vanmiddag nog overleg gehad met een toelatingshouder toevallig. En dus, daar komen nog steeds nieuwe middelen aan. Dus wat dat betreft kunnen we daar ook nog wel eventjes slagen in maken, denk ik. Ja, en aan het einde moet je altijd even kijken wat je dat jaar hebt gedaan. Hè. Dus voor jezelf even de evaluatie van, is het goed gegaan, wat kan anders en wat kan eventueel nog beter. Dus wat dat betreft, dat wat ik net al zei, volgens mij werken we onbewust al op die manier. Dus als er een controleur langskomt en die vraagt of je IPM werkt, dan krijg je het ook nog wel uitgelegd, denk ik. Maar dit is wel de kern inderdaad ook van het hele uitvoeringsprogramma, denk ik, dat je op die manier moet gaan werken. Ja. We kunnen het even testen. Hè? We hebben een actieve akkerbouwer aan tafel. Is dit de manier ook hoe jij werkt, Dirk-Jan? Ja, mijn vrouw laat bij ons de hond uit. Ja. Klopt. En die komt thuis en die zegt wat ik nou heb gezien. Ja. Nou ja, maar dat doe je natuurlijk zelf ook wel. En je krijgt natuurlijk, dat is ook ervaring, maar je krijgt gewoon een stukje onderbewustzijn van waar je. En soms zie je wat en soms heb je een idee dat je wordt er steeds scherper op. En die ontwikkeling zet zich wel door. En wat belangrijk is, ja, ken je belagers? Ik bedoel, ik vind op dit moment de discussie over, er is meer dan 100 hectare bieten overgezaaid om één meld te schaden. Okay, ja. Nou, er ligt een verhaal aan vooraf. Nou, dat is wel IPM. Maar dat is dus al het jaar voorafgaande dat het daar fout is gegaan eigenlijk. Omdat er geen toepassing in. En waar gaat het dan fout? Er is een groenbemester, er is een ruw gewas of is een vanggewas geweest. Ja, alle goede dingen wil niet altijd zeggen dat ze ook de goede dingen opleveren, om zo maar te zeggen. Kijk, zo werken we steeds meer. En onze begeleiders en onze voorlichters doen dat ook steeds meer. Die nemen ons ook steeds meer mee. Die maken ons daarop attent. En of dat nou een voorlichter is van een gewasbeschermingsmiddelenpartij of van een onafhankelijke partij. Ja, het gaat ze allemaal natuurlijk om gewoon dat wij onze gewassen goed kunnen verzorgen. Ja. Maar dan zijn we volgend jaar ook weer bij hun aan het loket, om het zo maar te zeggen. Ja. Een ander loket, wat ik wel even wil noemen, is noem maar even LNV.
Ik heb gemerkt bij ook zeg maar rond het uitvoeringsprogramma, het opstellen, het gesprek met de medewerkers LNV, die benadrukte, jullie hebben het heel sterk over onbewust, daar werd juist heel sterk benadrukt het bewust doorlopen van deze stappen. En ook zelfs dat ondernemers, ja, bijspreken, de term IPM kennen en ook zelf kunnen toelichten van dat ze ook volgens die manier werken. Is dat iets waar we, ja, ik zou bijna zeggen, mee aan de slag moeten? Waar we iets mee moeten richting bedrijfsleven? Dirk-Jan. Ja, ik denk er even over na. Ja, ja. Kijk, als je dat bewust gaat doen, en het mooiste zou natuurlijk zijn dat je daar ook een soort van kwalificatie aan kunt geven, dan heb je het voor jezelf ook even in beeld. En als je het dan ook nog goed registreert, dan wordt die evaluatie ook een stuk beter en dan ga je daar ook sneller meters maken. Dus in die zin zie ik daar wel wat in. Ik vergelijk het ook een beetje met in het verkeer. Ja, de belangrijkste verkeersregel, wat mij bij de theorie was geleerd, is anticiperen. Ja. En dat geldt natuurlijk ook in ons vak. Hè? Continu inspelen en eigenlijk vooruitdenken en al een ding doen. Gas minderen terwijl je nog geen gevaar in beeld is, maar toch doe je dat onbewust. Nou, en ik denk dat we daar ook steeds meer, op basis van steeds meer kennis wat we gaan krijgen, gebruik van gaan maken. Ja, maar en dan helpt wel een bewuste, die stappen even doorlopen voor jezelf, daar helpt daar wel bij. Ja. Is dat ook iets wat we in spuitlicentiebijeenkomsten of bijeenkomst met telers, ook vanuit de adviseurs, gewoon het hele principe van IPM ook wat meer op de agenda moeten hebben. Ja. Om ook wat je noemde, het voorbeeld van die e-melten, zit in de voorteelt, nou die snap ik. Om gewoon meer dat soort dingen mee te nemen. Ik vind dat er eigenlijk best wel al veel in zit. Ja, oké. Okay. Ja. Alleen, ja, dat zijn lange bijeenkomsten, dus dat op even met de scherpte daar wel eens van af. Ja, sorry, maar zo werkt het gewoon. Ja. Ik bedoel, als wij hier vanavond tot 10 uur zitten te lullen met z'n drieën, dan denk ik dat er niemand meer kijkt. Nee. En dat is bij zo'n gewasbeschermingsmiddel bijeenkomst ook. En dat is het aan de docenten ook de uitdaging om de zaak scherp te houden. Ja. Maar het is ook de voorbeelden erbij betrekken, denk ik. Ja, als jij staat inderdaad en er zit een beetje of een vlekje, inderdaad, monitoren, kijken wat er hand is en dan de vraag stellen, wat zou jij doen? En denk dat je dan al stappen maakt zelfs. Dus kan ook heel simpel. Ja, dus ook doseren, gewoon ook dingen. Ja. Ja, en elkaar meenemen, hè. Ja. En wat dat betreft hoop ik dat we ook gewoon, die hebben we vorig jaar natuurlijk gemist, met studieclubs een keer met mensen naar het veld ingaan en met meerdere mensen. En gewoon met collega's, ja, er wordt misschien wel over de barbecue geluld met bier, maar ook gewoon praten in het gewas, wat zie ik hier? En ja, nou, dat is denk ik wel weer een hoop. Ik hoop dat we er deze zomer wel weer mee aan de slag kunnen. Ja. Maar dat zijn wel, daar maak je meters met elkaar. Ja. En daar komt vanzelf alle stappen van IPM wel aan de orde. Bewust en onbewust. Ja. 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 Wil ik toch even hierbij afsluiten, maar toch blijft mij iets hangen van, we moeten er iets mee. Ook al is het alleen al vanwege ook dat, moet maar eens over nadenken, omdat ook vanuit LNV en adviseurs toch benadrukt worden en er actiever iets mee te gaan doen. Maar misschien moeten we ook zelf eens over nadenken, wat willen wij ermee? Ja. Dus, je noemde het al, Peter, je bent Kemp. Ja, en het is tegenwoordig met dubbel M inderdaad, want het is coördinator effectief middelen en maatregelenpakket. Dus inderdaad, het is niet alleen maar, ik heb wel eens, dat is al heel lang geleden, iemand die heeft mij middelenjager genoemd. Dat is inmiddels inderdaad al niet meer zo, al is nog wel een belangrijk stuk van het werk overigens. Maar inderdaad, ik vind het ook wel altijd wel even goed om even te noemen van wat we nou precies aan het doen zijn. Want we zijn met z'n zevenen, hè, over de verschillende sectoren. Dus iedere sector heeft in principe iemand rondlopen. Glastuinbouw 2, geloof ik. Maar we hebben inderdaad, en ik zei het net al vanmiddag, contact nog gehad met de industrie. Vanochtend even een telefoontje met Bayer, hoe staat het met glyfosaat? Wel gewoon doorlopend contact met die industrie. Sowieso om de dossiers te checken en om te kijken of ze ook wel doen wat wij vragen. Dat is ook wel belangrijk. Maar ook om, en dan is het voor de akkerbouw, hè, voor de granen en aardappelen is het nog niet zo'n probleem. En voor de mais ook nog wel, ook nog niet, want daar worden de middelen wel aangevraagd. Maar om die kleine teelten gewoon in beeld te houden, dat is echt wel belangrijk. Want ze worden heel snel vergeten. Hè, en het middel komt er inderdaad. En dan het eerste wat we moeten doen is toch kijken van hoe kunnen we het middel uitbreiden. En dat weet de industrie ook, hè, want ze willen gewoon eerst aan de markt zijn in de grote teelten. En dan gaan ze wel eens kijken wat er daarna nog kan. En gelukkig is er akkerbouw in heel Europa. En we hebben ook als Kemps wel contact met onze Europese evenknieën. Dit jaar ook 2 keer digitaal, maar we zitten ook regelmatig in Brussel of soms eens een keer op locatie ergens. En
al die andere landen hebben ook kleine teelten gelukkig. En daar kunnen we ook nog wel eens dingen van lenen. En zijn dingen van ons. Hè. Dus zo kunnen we gewoon, soms wisselen we gewoon residuedossiers uit. Dat gaat dan met gesloten beurs. Maar kunnen we wel een toelating in Nederland realiseren. Omdat een toelatingshouder gaat die residuestudies nooit doen. Omdat ze te weinig van middel kunnen verkopen in Nederland. Bijvoorbeeld, ik had van de week een discussie over zoete aardappel. Ja, 250 hectare. Daar zijn ze nog niet mee bezig. Nee. Dus, en in Frankrijk is een middel toegelaten. Nou, dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. En soms moet ik vanuit boomkwekerij iets leveren. En dan krijg ik voor knolselderij iets terug, bij wijze van spreken. Dus wat dat betreft staan er wat mij betreft ook geen schotten tussen de verschillende, sectoren. We moeten daar gewoon van elkaar leren. En ik ben nu bezig bijvoorbeeld met een heleboel middelen uit akkerbouw en volgrondsgroenten en maïs. Om te kijken of we die herbiciden in boomkwekerij toegepast kunnen krijgen. Dat is ook weer zoiets. Dat heeft voor de sectoren waar we vanavond over hebben niet heel veel op. Maar dat zijn wel dingen die daar, waar je samen dan een plus mee kan maken. Dus wat dat betreft, die contacten met de industrie zijn gewoon heel goed. We zitten als camps één keer in de 6 weken sowieso bij elkaar. En dan nodigen we ook af en toe een industrie uit om eens een portfolio te presenteren. En ook specifiek dan over de kleine teelten en ook wat eraan zit te komen. Hè? Want de pipeline van die industrieën is helaas wat leger geworden dan dat die in het verleden was. Maar er komen nog wel nieuwe middelen aan, ook groene, maar ook nog gewoon chemische middelen. Dus wat dat betreft krijgen we dan ook al wel een vooruitblik over wat eraan komt en wat hun ideeën zijn. En wat we eventueel kunnen doen nadat het middel er is met uitbreiding. Hè. Daar zijn ze natuurlijk ook al mee bezig. Ook contacten over middelen die gaan vervallen. Hè. We hebben dat wel redelijk goed in beeld. We hebben een heel overzicht van werkzame stoffen gemaakt met de einddata in Europa. Hè, dus als die, wat ik net zei, glyfosaat, als die 15 december 2022 is, dan weten wij nu al wat daar aan het gebeuren is. En dan, als de industrie geen dossier indient anderhalf jaar van tevoren, ja, dan weten we al dat we een probleem krijgen. En als die industrie geen dossier indient, ja, dan krijgen ze ook niet zomaar bijgedraaid, want dan is het gewoon te duur om dat te ontwikkelen blijkbaar. Hmm. En dan kiezen ze ervoor om dat middel in Europa niet meer te ondersteunen. Dat gebeurt gelukkig niet heel vaak. Ze proberen dat wel. En soms vragen ze ons dan ook van, kunnen jullie nog hier en daar helpen? Of een ondersteunende brief of inderdaad nog wat informatie uit misschien proefjes die we zelf vanuit sector hebben gedaan. Hè? Demoproefjes, alles helpt wat dat betreft. Dus daar is wel, die wisselwerking is er wel. En we hebben natuurlijk een aantal handvaten die we, een aantal mechanismen die we hebben om problemen op te lossen. Ik noem net al vrijstellingen. Ja, het is een vrij dure oplossing. Hè? Vrijstelling ben je al gauw 15.000 tot 20.000 euro kwijt, los van wie hem gaat betalen, want meestal wil ik wel dat de industrie hem betaalt, want die gaan de middelen ook verkopen en die maken de winst op. En dat lukt ook meestal wel, maar ja, je krijgt inderdaad te maken met hoge eisen. Hè. Punt 1, gaat de NVWA accepteren dat het een knelpunt is? Nou goed, dan moeten we dat goed uitleggen dat het zo is. Maar dat lukt niet altijd, want de NVWA zegt al snel, maar ja, je hebt alternatief X, Y en Z. En dan kijken ze niet naar of dat wel werkt of niet. Als er op het etiket staat dat het helpt tegen bepaalde onkruiden of tegen bepaalde ziektes, maar de werking is maar 60%, nou, dan weten wij met z'n allen wel dat 60% lang niet voldoende is. En dat die 40% die gaat reproduceren en die wordt nog resistenter. Dus dat is gewoon een middel wat in principe voor ons niet, als gebruiker niet werkt, zeg maar. Maar zij zien dat als het alternatief. Dus het knelpunt wordt niet geaccepteerd. Dat krijg je. Als het knelpunt wel is geaccepteerd, gaat hij naar het CTGB. CTGB moet kijken naar de nieuwste eisen der wetenschap, de nieuwste zand der techniek. Dus als een middel al 15 jaar, nou, dat is overdreven, als een middel al 10 jaar in Nederland op de markt is met een bepaald dossier, gaat CTGB kijken naar wat er nu bekend is. Dus alle nieuwe studies moeten geleverd worden, zijn nog niet altijd beschikbaar, omdat die nog niet ingeleverd zijn. Dus daar krijg je wel eens wat extra eisen van. Nou ja, dat maakt het ook niet goedkoper. En dan, als je hem dan toegelaten krijgt, dan krijg je hem voor 120 dagen. Ja. En dan mag je volgend jaar weer opnieuw beginnen. We hebben ook nog fondskleine toepassingen. Dat hebben we in het verleden vanuit de sectoren zelf gevuld. Autoproductschapsgeld staat daar nog in. Daar heeft Nefito, dus de gezamenlijke industrie, heeft daar ook een kwart aan bijgelegd. Dus sector een kwart, Nefito een kwart, toelatingshouders. En overheid, een deel vanuit Europa, de helft. En dat kunnen we gebruiken om een etiket van een bestaand middel uit te breiden met een kleine toepassing. Dus net bijvoorbeeld net die zoete aardappel die je net noemde, kunnen we dan gewoon een uitbreiding aanvragen. En dan zit je grofweg tussen de 10.000 en 15.000 euro wat je dan aan kosten hebt. En die worden vanuit fonds betaald of deels betaald. Soms wil de industrie
daar zijn we nu naar aan het kijken. Soms betalen ze al iets mee, maar nu kijken we als Nivito niet bij betaalt, ja, dan moet, als ik een middel van Bayer aanvraag, of Syngenta of Adama of wie dan ook, UPL, dan vraag ik gewoon aan die industrie, willen jullie dat kwart zelf betalen als jullie het middel belangrijk vinden? Nou, dat inmiddels zijn we er ook al wel in. We hebben in het uitvoeringsprogramma, en ik zal het niet te veel van zeggen, want dat is voor volgende week, maar wel besloten, of afgesproken, besloten is een beetje een groot woord. We gaan naar 2030 aan problemen werken. Maar we hebben wel gezegd, de komende 2 jaar moeten we knelpunten oplossen. Anders zijn er een heleboel ondernemers die 2030 niet eens halen, omdat ze gewoon niet meer hun problemen kunnen bestrijden. Dus wat dat betreft, die knelpunten korte termijn is wel de belangrijkste, die vind ik, die daarin zit. En daar moeten we keen op blijven. We zitten ook bij LNV aan tafel om te kijken naar de eisen die ze stellen aan vrijstellingen en het fonds. Om te kijken of ze die eisen gewoon omlaag kunnen brengen. Dat ze niet meer ieder alternatief als 100% beschouwen. En dat ze niet meer de laatste zandtetten niet kunnen vragen. Want als een bestaand middel in een gewas gebruikt wordt, wat bijvoorbeeld zoveel procent in areaal omhoog gaat, dan krijg je er geen aanhaar, want het staat gewoon op het etiket. Ja. En als je vervolgens 250 hectare zoete aardappelextra aanvraagt, dan moet het in één keer naar de nieuwste, volgens de nieuwste stand gekeken worden, terwijl het middel al in een veel grotere teelt gebruikt wordt. Dus daar zitten we nu naar te kijken of we dat aan kunnen passen. Komen we in de buurt. En dan de laatste die ik nog even, daar 9% middelen noemen, is lastig, want ik kom straks met een aantal sheets waar misschien nog oplossingen in zitten. Maar de NVWA luistert altijd mee, heb ik geleerd. Als wij nu middelen gaan noemen die niet toegelaten zijn, maar die wel straks gebruikt mogen worden, zoals ze dan zeggen, zetten wij aan tot illegaal gebruik. Laat dat niet zo zijn, volgens mij. Maar goed, daarom kan ik straks niet alle middelen noemen. Maar dat is wel, weet wel dat eraan gewerkt wordt in ieder geval. Dat is een beetje het idee. Ik krijg wat vragen in de chat binnen. En een van de vragen die komt er eigenlijk op neer van Peter, als je het op een rijtje zet. Hoe effectief is dit? Hoe goed zijn we bezig? Lukt het om middelen toegelaten te krijgen, terwijl we weten dat aan de andere kant, we hebben net al een aantal dingen genoemd, onder andere over Neonix, ook dingen te verdwijnen. Hoe succesvol zijn we? Nou, we hebben het net al kunnen zien met de vergelingziekte. Hè? Die Batavia en Klooster hebben gewoon een vrijstelling gekregen. Ik wil mezelf niet al te veel op de borst kloppen, want ik heb er niet al het werk voor gedaan, maar dat hebben we als camps voor elkaar gekregen. Ja. Dat is effectief. Maar ook, ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een aantal middelen in knolselderij, spinazie, sla, kool. Dat zijn allemaal kleine toepassingen die we wel gewoon op het etiket erbij krijgen. Via het fonds kleine toepassingen. En die zijn er ook nog niet. Als we die van de AHA vragen, zijn die er niet morgen. Hè? Want als iemand vandaag met de Lumine DVD komt, ja, dan moeten we eerst gaan kijken of dat breed gedragen wordt. Dan moet je een aanvraag bij het fonds doen. Dan moet de toelating zouden de aanvraag bij het CTGB indienen. Die wordt dan vanuit het fonds betaald. Normaal gezien, een kleine uitbreiding is 6 maanden bij het CTGB. Maar ik zei net al, ze zijn iets onderbemenst. Dus dat kan nu goed al een jaar duren. Dus voordat je ergens mee begint, kan zomaar 2 jaar duren voordat je een oplossing hebt. Dus ze zijn er wel. En misschien niet voor iedereen effectief genoeg, want knelpunten blijven er altijd. Okay. Maar ik denk wel dat we daar effectief in zijn. Ja. We hebben blijkbaar ook iemand die deelneemt, die ook heel goed naar het webinar van afgelopen zomer heeft geluisterd en gekeken over het uitvoeringsprogramma. En daar is ook is toen aangegeven dat het oplossen van actuele knelpunten, actuele vraagstukken, een voorwaarde is om dat we ja hebben gezegd tegen het uitvoeringsprogramma. We zullen de volgende week de vraag ook aan Joris Baken stellen. Ja. Maar gaat het lukken om die knelpunten of actuele vraagstukken die er lagen een jaar geleden, dat die ook opgelost gaan worden? Want dat was een voorwaarde om ja te zeggen tegen het uitvoeringsprogramma. Nou, dat moet Joris volgende week maar even vertellen. Want uit wel ingelichte bronnen weet ik dat hij die ochtend een vergadering heeft van de stuurgroep van het uitvoeringsprogramma. En daar hebben we wel aangegeven, vanuit de camps, maar ook vanuit andere mensen is dat aangegeven. We moeten daar wel inderdaad gewoon die afspraak die daar gemaakt is heel duidelijk bevestigen. En nog een keer, misschien wel nog een keer harder bevestigen. En ik weet dat Joris met zijn vuist op tafel kan slaan wat dat betreft. Dat wordt daar gewoon nog een keer genoemd en nog een keer geëist. We zitten zelfs ook in een paar werkgroepen bij LNV. De werkgroep inderdaad vrijstellingen, die is er. In de werkgroep kleine toepassingen, die is er.
Dus wat dat betreft wordt het daar ook iedere keer wel duidelijk gemaakt. En op een gegeven moment moet dat ook een keer zijn vruchten af gaan werpen. Als jij het zo allemaal beluistert, Dirk-Jan, hoe kijk jij er tegenaan? Ik denk dat het zeker de technische invulling en het belang van het camp heeft, denk ik, Peter aardig goed belicht. Wat ook wel volgens mij een aspectje is, als ik zie van de vraag naar een verdere biodiversiteit van ons gevraagd wordt. Hè, dus nieuwe kleine gewassen, waar dus eigenlijk nog helemaal niks is toegelaten. En dan kijk ik met name naar eiwithoudende gewassen. Ja. Je ziet ook sommige vanggewassen, groenbemesters, ja, die dus een stukje koolstofvastlegging dienen of eiwitvoorziening dienen. Ja, die willen we ook wel goed kunnen telen en beschermen. Nou is dit natuurlijk een prachtig medium om gebruik van te maken om zo snel mogelijk ook je gewasbescherming goed op orde te krijgen. En laat een camp dan een opstart zijn van eerst een kleine toepassing en naar verder. Maar ik denk dat dit wel een mooie methode is om daar ook adequaat dingen in te gaan zetten. Ja. Want nu wordt er maar wat geëxperimenteerd. En ik ga geen namen noemen, dan heb ik morgen in de VWA bestoef staan bij wijze van spreken. Ja. Maar daar is het, helpt het ons wel. Ja. Nee, kijk, namen noemen heeft geen zin. Maar juist ook wel in dat gestructureerd zaken aanpakken, denk ik dat de oplossing is. Ja. Dus ik wil... een mooi bruggetje om naar het volgende. Ook een van de voorbeelden. Ja, dat is wel gelijk een voorbeeld wat niet heeft gewerkt, moet ik erbij vertellen. maar dat is inderdaad ook een werkzame stof die op Europees niveau gesneuveld is. En dan moet ik toch gelijk wel een zwarte piet maken. Want we hebben dat dossier ook heel goed doorgesproken en een fantastisch overleg daarover gehad met UPL. Ook alle medewerking gehad. UPL is een van de toelatingshouders. Ik ben met vertegenwoordigers vanuit de teelt, vanuit Nederland en België en Verenigd Koninkrijk, zijn we gewoon richting de scope af gegaan, zeg maar, de secretaris van de scope af en een paar medewerkers, om gewoon ook het probleem uit te leggen. Want wij waren al lang van overtuigd dat GloryPC als herbicide is gewoon een veilige toepassing. En dat heeft CTGB ook altijd, want CTGB was de rapporteur, member state zoals dat dan heet, die meekeek met Europa naar het dossier van Glor. Die hebben gezegd gewoon, de herbicidegebruik is gewoon een veilige toepassing in een aantal gewassen. En daar zaten de bollen bij, er zat sla bij, er zat uien bij. Dus wat dat betreft kun je daar dan wel weer een etiket van bouwen. Maar de industrie heeft mijns inziens te lang vastgehouden aan de behandeling van aardappelen met chloor om die overeind te houden. En daarmee is het hele dossier gewoon gesneuveld. Moeilijker is het eigenlijk niet. Als ze die aardappelen vanaf het begin al eruit hadden geschreven, bij de aanvraag van het dossier al, ben ik ervan overtuigd dat hij het had gehaald. Het probleem is, als je eenmaal in de trein zit, bij wijze van spreken, dat dossier is er 2 jaar geleden ingegooid, zeg maar. Die trein is gaan rijden. Die trein die stopt niet meer. Dan kun je niet meer een deur open doen en dan is iets eruit halen en weer iets anders erin stoppen. Dus aan dat dossier kun je niks meer veranderen. Hoe graag je het ook zou willen. En we hebben dat echt wel een paar keer aangegeven van kijk daar dan of dat voor de herbicide toepassing nog wel kan. Nou, dat is allemaal niet mogelijk. Dus dat is, daar hebben wij inderdaad echt, we zijn ervoor naar Brussel geweest met de uiensector, volgens groentesector. We hebben daar met een redelijk clubje, gelukkig was het nog voor corona, dus dat kon er allemaal. We hebben met een redelijk clubje aan tafel gezeten met 3 ambtenaren van de Europese Commissie om dat even door te spreken. Ja, die geven je ook aan alle kanten gelijk, maar die zeggen wel uiteindelijk, ja, dit is wat het nu is. En op basis van het dossier wat er ligt, kunnen we niet verlengen, punt. Dat was eigenlijk heel hard de conclusie die daar gesteld is. En achteraf geeft de industrie dat dan ook nog wel toe, maar ja, eigenlijk zijn we met de verkeerde boodschap op pad gestuurd. Dat is wel jammer in dit geval, hè, want ik heb net gezegd dat we heel goed contact hebben met de industrie en dat is ook echt zo. En in dit geval, de industrieën die GloryPC trokken, daar werk ik nog steeds goed mee samen en die werken nog steeds ook mee met uitbreidingen en zo. Dus wat dat betreft is daar ook niks mis, maar hier is gewoon iets fout gegaan. En wat we nog wel dan voor elkaar hebben gekregen, in Nederland was het voorstel om dan ook gelijk helemaal te stoppen. Maar we hebben nog wel voor elkaar gekregen dat die opgebruik en uitverkoop, of uitverkoop en opgebruik in die volgorde, dat die wel maximaal verlengd is. Dus we hebben er eigenlijk nog 1,5 seizoen bij gekregen. Neem niet weg dat die weg is. Maar wat dat betreft, het is een voorbeeld van hoe het werk in elkaar zit. En deze heeft geen succes gehad helaas, maar er zijn er genoeg die wel succes hebben. En er zijn er ook genoeg waar we niet eens voor naar Europa hoeven, omdat het op een andere manier goed gaat. Dus wat dat betreft...
Ik kreeg een vraag in de chat. Die was eigenlijk gesteld straks bij de neonicotinoïden. Die wil ik graag hier stellen over chlor-IPC. Is van, eigenlijk de vraag is, als hij afgewezen is, kan je een dossier opnieuw indienen? Want het klinkt nu een beetje erop als we zijn aan het eind van de rails, het eind van het treinstation. Kunnen we niet een stukje rails bijleggen? Oftewel, opnieuw aanvraag indienen. Dat kan, bij mijn weten wel. Ik weet dat we voor chlor-IPC ook nog gewoon vrijstellingen hebben aangevraagd hierna. Hè? Want je kan ook een vrijstelling aanvragen voor een middel wat Europees gezien niet meer is. De toelatingshouder zou ervoor kunnen kiezen om straks inderdaad een nieuw herbicide dossier in te dienen. Ik weet niet wat daar op dit moment stand van zaken van is. Maar het is altijd de keuze van de toelatingshouder. Hè? Je hebt de toelatingshouder daarvoor nodig. Wij kunnen als sector niet zelf een toelating aanvragen. Omdat daar gewoon een heel dossier achter zit en heel wat onderzoek. Maar die mogelijkheid is er bij mijn weten in ieder geval wel. Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat ook bij zo'n middel als chlor-IPC, dat gewoon, wat ik begrepen heb, gewoon een prettig middel was om te gebruiken. Ja, en inderdaad, CTGB heeft gezegd, de toepassing is veilig. Nou zijn er wel weer, aan de dossier-eisen zal gerust iets veranderd zijn. Dus er moet misschien nog wel hier en daar wat extra onderzoek gebeuren. Maar in principe zou je een toepassing of een middel opnieuw aan kunnen vragen, ja. Is chlor-IPC zo'n middel waarvan jij zegt, Dirk-Jan, daar moeten we opnieuw energie in steken? Ja, maar dan moet je natuurlijk wel even kijken van hoe schadelijk is het en wat zijn de argumenten geweest, waarom is die weggeschreven. Is het kansrijk? Ja. En als ik het over het specifieke middel heb van chlor-IPC, ja, dit jaar is een vochtig jaar, het is een bodemherbicide, ja, die had ons heel veel gebracht. Uien die geen waslagen hebben, waar je niet met contactmiddelen heen en weer kunt. Ja, dat is op dit moment wel spannend en hij had ons heel goed gepast op dit moment. Er zijn in het verleden natuurlijk wel een paar probleempjes ook geweest met chlor, hè, met verwaaien en residuen in gewassen waar het middel niet in toegelaten is. Nou ja, de boerenkooltelers onder ons, die kunnen dat volgens mij nog voor de geest halen. Dat zijn wel dingen waar je dan ook rekening mee moet houden. En dat is ook wel een reden waarom ook zelfs, ik weet dat er mensen of partijen, toen de vrijstelling is aangevraagd, dat die hebben gezegd van als dat gebeurt gaan we er dwars voor liggen. Okay. Dus dat zijn ook geluiden die er zijn. Dus wat dat betreft is niet allemaal zomaar te doen. Of zoals Dirk-Jan zegt, eigenlijk alles nog eens een keer op rij zetten en dan mogelijk overwegen. Ja, maar bij dit voorbeeld wat Peter nu zegt is van het gebruik hoe wij nu met gewasbeschermingsmiddelen omgaan, kan je dan eigenlijk wel weer voor de voeten lopen later in het proces. Hè? Ja. En dus dat is niet alleen maar van het belang op het moment dat jij bezig bent van, ach, jongens, ik heb mijn probleem opgelost en ik zet mijn spuit in de schuur. Nee, het gaat veel verder. Het is een beetje geïntegreerde landbouw. Ja, ik weet van het chlor-IPC, als je dat naast een boomgaard gebruikt en de wind staat verkeerd, dan hoeft die fruitteler dat jaar geen fruit te plukken bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. En op dit moment komt dat denk ik ook niet meer voor omdat we er allemaal bewust mee omgaan. Maar dat is in het verleden wel ook gebeurd. Ja. Maar eigenlijk zeg jij ook, Dirk-Jan, we moeten ons heel goed afvragen, los even of het chlor-IPC is, maar ook bij andere middelen, heel goed afvragen, past het nog wel in waar we naartoe willen? Ja. Ja, dat klinkt een beetje heel nobel dat ik dat zo zeg, maar er ligt natuurlijk wel een uitdaging. Ja. Daar hebben we wel gezegd dat we daaraan meewerken, dus dan moet je dat ook wel nastreven met elkaar. Ja, dat, ik denk dat dat ook een opdracht voor ons allemaal met elkaar is. Ja, duidelijk. Dankjewel. Peter, je hebt het al genoemd over de kleine teelten. Ja, dan komt de zoete aardappel weer in beeld. Wij brengen die inderdaad als camps blijvend onder de aandacht. En dat is ook van belang inderdaad. Hè, want nogmaals, de grote teelten, daar komen de toelatingen wel. Hè, en dat is ook minder dan dat het in het verleden was. Maar er zijn nog steeds volgens mij voldoende fitofthora-middelen op de markt op dit moment om je aardappelen goed te kunnen kun schoon te kunnen houden. Dus wat dat betreft, die grote teelten, dat gaat wel. Maar kijk, inderdaad, een nieuwe teelt in Nederland, 250 hectare zoet aardappel. Ja, er heeft nog niemand ooit aan gedacht dat we daar ook nog iets op moeten spuiten, überhaupt natuurlijk. Ik weet dat ze op de rusthoeven in Zeeland bezig zijn met de Russische paardenbloem. Ja, dat staat op geen één etiket. Dus daar moet je wel even goed naar kijken. Dat je daar ook, en misschien moet je niks gebruiken, kan ook dat het gras sterk genoeg is, maar een herbicide heb je al snel nodig bijvoorbeeld. Ja. Dus wat dat betreft, die kleine teelten en ik weet dat Hans de Keizer bijvoorbeeld bezig is met een toelating in quinoa. Had ik 5 jaar geleden ook niet bedacht, maar die zijn er wel. Dus wat dat betreft, die gewassen die komen natuurlijk ook. En inderdaad, straks krijgen we misschien wel soja hier waar nu nog niks voor is.
Dus wat dat betreft, die kleine teelten moeten gewoon blijven het onder de aandacht brengen. Ja. En dat lukt gelukkig heel goed. Bij groentegewassen en aardappel, akkerbouwgewassen hebben we natuurlijk nog het probleem dat we ze ook op moeten eten. Dus daar heb je residuegegevens voor nodig. Ja. Dat is wel eens een probleempje. Maar wat ik net al zei, onze Europese collega's die hebben ook wel eens met dat bijltje gehakt. Dus er is. En de meeste toelatingshouders die in Nederland producten verkopen, die verkopen ze ook al in de rest van Europa. Dus wat dat betreft kunnen we daar ook nog wel wat leentjebuur spelen met goede residuegegevens. En we kunnen inderdaad wat ruilen. Dus wat dat betreft de dingen die we hier in Nederland in het verleden gedaan hebben, daar kunnen we ook nog wel ons voordeel mee doen. Dus wat dat betreft denk ik dat we in die kleine teelten wel de winsten kunnen behalen. Wat ik ook al zei, inderdaad, in andere landen zijn dingen toegelaten. Er wordt ook wel eens gezegd, in België en Duitsland mag veel meer. Nou, andersom roepen ze dat van ons ook wel eens. Dus wat dat betreft denk ik dat de weegschaal redelijk gelijk is inmiddels. En soms zijn de middelen in België toegelaten en in Nederland onder een andere naam. Hè. Dus wat dat betreft denk ik dat zo scheef nog niet zit. Maar we hebben wel de mogelijkheid, en daar maken de toelatingshouders gelukkig ook meer en meer gebruik van. Wederzijdse erkenning, hè? Dus het woord zegt het al, als iets bij de buren is toegelaten, hoeft dat niet zo heel veel moeite te kosten om in ieder geval datzelfde dossier in Nederland ook in te dienen. En ook te kijken of dat hier toegelaten kan worden. Nu hebben we in Nederland nog de speciale omgevingszaken, dat we wat meer oppervlaktewater hebben. Ja. Hè? Dus CTGB kijkt daar wel iets anders naar. Maar wederzijdserkenning is meestal goed mogelijk. Ik heb zelf ooit een keer bij een toelatingshouder een erkenning uitgebracht vanuit Engeland naar, toen was het nog EU, vanuit Engeland naar België. En ook naar Nederland daarna overigens. Maar dan kregen we in België een breder etiket dan dat in Engeland was toegelaten. Dus dat gebeurt ook nog wel eens. Dat heb ik niet heel vaak meegemaakt gehad, maar dat kan ook nog. Maar wederzijdserkenning is in ieder geval mogelijk. En daar zijn we volgens mij al 15 jaar geleden mee begonnen. In de Europese wetgeving is er een mogelijkheid voor een zonale toelating. Dus als je hem dan in Nederland aanvraagt, kun je hem aanvragen in de centrale zone. En dat is Nederland, Duitsland tot in Polen aan toe. En de noordelijke zone is Scandinavië, heel simpel even gezegd. En de zuidelijke zone is Frankrijk en alles daaronder, tot Griekenland aan toe. Dus kijk, een zonale toelating, en dat geeft natuurlijk ook alweer een wat meer gelijk speelveld voor de Europese markt en de wereldmarkt waar wij toch in werken. En die zonale toelating begint nu eigenlijk pas een beetje los te komen. Ik zei net al, 20 jaar geleden volgens mij begon dat al. En toen riepen we met z'n allen, dat is de oplossing, want dan krijgen we in ieder geval gelijk speelveld. Nou, nu beginnen we daar te komen. En dan is het zo dat inderdaad soms wordt een middel in Polen aangevraagd. En krijg je dus ook een zonale toelating in Nederland. En dan checkt Polen het hele dossier. En Nederland kan ja zeggen. Zo, daar komt het eigenlijk op neer. Dus wat dat betreft kijken we daar wel. Zien we daar meer en meer mogelijkheden. En nogmaals, andere landen hebben ook kleine teelten. Die daar soms belangrijker zijn dan hier. Dus wat dat betreft kunnen we daar nog wel wat vandaan halen, denk ik. Ja, oké. Duidelijk, dankjewel. Je noemt er straks al aan knelpunten. Een aantal dingen heb je al kort aangestipt. Kun je dat ons daar doorheen leiden? Ja, een hele actuele is inderdaad de Bonalan. Benfluralin zit op dit moment dus in dat beroemde EU-traject. Hè. Die ligt nu voor stemming en die is al een paar keer langsgekomen. En meestal gaan ze eerst visie vormen en dan gaan ze daarna erover discussiëren. En dan een paar maanden later gaan ze besluiten. Dus het is niet in één keer ja of nee, gelukkig. Dus wat dat betreft weten we dan ook wat er aankomt. Nou, ik heb over Bonalan met Sensus en Cosun al meerdere malen ook overleg gehad. Dus die werken, trekken daar ook heel hard aan. Ook met de vertegenwoordiger vanuit LNV, die dus in die Europese scope-afcommissie zit inderdaad. Hè, om te kijken van, kunnen we daar ons voordeel mee doen? Kunnen we die verlengd krijgen? Want op dit moment, een paar maanden geleden, was de stemming voor Benfluralin was negatief. Ja. Omdat het dossier, er zaten een aantal problemen in. We hebben daar gezegd, als we nu de toepassing die we op het etiket gaan zetten iets aanpassen. En Bonalan moet je in de grond inwerken. En als je die iets dieper inwerkt, dan heb je minder problemen met bijvoorbeeld niet-doelwit organismen. Bijvoorbeeld vogeltjes die in het bovenste stukje zitten te eten. En de dosering iets verlagen en misschien wat meer water gebruiken. Soort mitigerende maatregelen zeg maar, om het risico te beperken. Die proberen we nu op het etiket te krijgen. En
Hij is gelukkig al een paar keer door die commissie geweest, dus ze zijn er al over bezig geweest. De volgende stemming die wordt nu verwacht pas in december. Ze gaan er deze zomer nog een keer over discussiëren en dan zullen wel de meningen gevormd worden. En dan wordt in december waarschijnlijk gestemd. Volgens mij is hij er nu toe 2 keer langs geweest ter stemming. 1 keer heeft hij de gekwalificeerde meerderheid niet gehaald, zoals dat heet. Dat was nog met de oude gegevens, zeg maar. Dus dan hebben ze geen meerderheid. Nou, dat kun je 3 keer doen en dan besluit de Europese Commissie gewoon. Dus nu hebben we inderdaad wel met iedereen samen. Hè, want ook Gowan is volgens mij de Europese toelatingshouder. Die heeft ook heel hard aan dat dossier gewerkt. En die wil natuurlijk ook gewoon dat hij op de markt blijft. Daar hebben we wel samen gekeken van, kunnen we inderdaad. Hè, en dan zeggen ze wel van ja, als we dat 10 centimeter of 5 centimeter diep in moeten werken, kunnen we dat wel. Hè? Dus dan leggen ze dat ook nog wel voor aan de landen. Van is dat wel mogelijk? Dus wat dat betreft mogen we daar nog wel over meepraten. Dus met deze nieuwe maatregelen, die worden nu doorgerekend. En die komen straks aan de orde. En als het zover is, ja, dan gaat de nieuwe minister, zou ik bijna zeggen, die moet tegen die tijd wel zijn. Die gaat advies vragen aan CTGB. Nou, we hebben dit besluit, een nieuw dossier. Moeten we ja of nee zeggen? En dan kijken we. En die komt zelfs nog in de Tweede Kamer, die brief. Wordt die behandeld. En dan gaat inderdaad de minister dan zeggen van, nou, we gaan in Europa dat en dat en dat stemmen over die en die en die stoffen. En tot nu toe was dus de stemming over Benfuralin, Bonalan negatief. Maar ja, nou ben ik een positief ingesteld mens, maar ik zie hem de volgende keer wel draaien. En met een paar andere landen daar nog bij, dat hij wel naar positief gaat. Ja. Een van de vragen die krijg een aantal vragen in de chat. En één die past hier mooi. En dat gaat over de rol van de Tweede Kamer. Je noemde al de brief van de minister aan de Tweede Kamer. Volgens mij gaat het over de scope-af-inzet. Ja. En daarna over de resultaten. In hoeverre zijn dit soort besluiten. De vraag stellen ze, kunnen we dit soort besluiten en richtingen ook via de politiek laten beïnvloeden? Hoe kijk je daar tegenaan? Dat kan. Maar op dit moment is de algemene stemming in de Kamer volgens mij nog niet ons. Op dit moment volgens mij niet negatief gezind, als ik even koppen tel, zo heel snel. Maar Wat er bij deze brief expliciet gebeurt, is dat de minister legt die voor en die meldt gewoon van we gaan dit en dat stemmen. Dus het is niet zo dat Tjeerd de Groot, om hem maar even iemand te noemen, een Kamerlid, die kan niet zeggen van we gaan tegen Benfuralin stemmen en daar dien ik een motie over in. Zo werkt het gelukkig niet, want tot nu toe heeft Schouten nog aangegeven van we volgen gewoon wat het CTGB zegt, want CTGB is daarvoor ingericht, wetenschappelijk instituut. En daar hoeven we als politiek niks van te vinden. Dus wat dat betreft, blijft hij wat dat betreft gelukkig nog uit de politiek. Mocht dat wel zo worden, ja, dan moeten we inderdaad politieke partijen gaan voor ons karretje gaan spannen. Maar dan denk ik dat we het CTGB ook net zo goed op kunnen heffen. Want dan wordt het inderdaad een politiek besluit. Dus, ja, want wij hebben altijd vanuit LTO altijd aangegeven. Het is niet de politiek die beslist, maar op basis van wetenschap, onderzoek, gewoon objectieve gegevens. En eigenlijk, er moet geen politiek verhaal worden. Nee, en dat is het tot op heden ook nog niet. Hè? Buiten die 2 voorbeelden die we net al hebben gehad. Maar dit is gewoon een melding vanuit de minister. Van wij gaan in de scope over dit stemmen. En dat hebben ze netjes afgestemd met CTGB. Ja. En CTGB kijkt nog even wat EFSA daarvan heeft gevonden. Dus wat Europa daarvan heeft gevonden. En dat wordt naast elkaar gelegd. En bij GloriPC was het dus inderdaad voor de stof negatief. Maar in principe het herbicidegebruik positief. Benfuralin tot nu toe negatief. Maar ik zie hem met de nieuwe maatregelen die we hebben voorgesteld, zie ik hem nog draaien. Ook in andere landen. Ja. Ook even mede gelet op de tijd, Peter. Ja. Je hebt nog een aantal andere knelpunten. Wil je de revue laten passeren? Ja. Dus de uien en bodemvlieg. Ik heb er nog veel meer, maar ik heb ze gelukkig niet allemaal op het rijtje gezet vanavond. Okay. Inderdaad, dan zitten we weer om 10 uur nog en dan zitten we misschien met z'n drieën en dat moeten we ook niet doen. Maar de uienbonenvlieg is wel een belangrijke inderdaad, hè, want we hebben natuurlijk, dat is ook weer ontstaan doordat er middel is verdwenen. Hè. We hadden tot een aantal, of tot vorig jaar eigenlijk chlorpyrifos, zeker in de bonen nog, in de uien was dat weer wat anders. Maar we konden de uienvlieg en de bonenvlieg gewoon goed bestrijden. En dat is nu even een probleempje. Hè. Nu hebben we
in de UI natuurlijk wel vanuit de vakgroep ook een advies gegeven met een bepaalde toepassing. Voor de bonenvlieg ben ik bezig om nog een vrijstelling te krijgen, omdat daar nu op dit moment geen middel is. Dus wat dat betreft komen daar wel oplossingen, al is het de vraag of die snel genoeg komen, want de eerste bonen zitten natuurlijk ook al in de grond. Ja. Dus wat dat betreft is dat wel iets waar we goed naar moeten kijken. Nou stip ik hem hier nog een keer aan, maar daar gaan we volgende week verder over. Het uitvoeringsprogramma, ja. Daar hebben we een aantal vanuit de sectoren 14 projecten ingediend, of 14 pilots. Eentje daarvan is pilot bonenvlieg en daar gaan we gewoon echt kijken. Ook met groene middelen, met de groene vlieg, met aaltjes, middelen. Ook een paar chemische middelen, allemaal testen op een aantal plaatsen in Nederland. Daar willen we ook nog mensen bij halen om dat allemaal te bekijken of het allemaal ook werkt natuurlijk. En als het straks tot toelatingen gaat leiden, dan weten de akkerbouwers en de volgrondsgroentetelers ook waar ze mee zouden kunnen werken. We hebben daar een koppeling in gemaakt, bijvoorbeeld met Eureka. Net er ook al even de revue gepasseerd. Maar daar gebeuren natuurlijk ook dingen in het uienvliegonderzoek. Nou ja, uienvliegen en bonenvliegen liggen wat dat betreft redelijk dicht tegen elkaar. Meestal te bestrijden met dezelfde oplossingen. Dus wat dat betreft moeten we daar ook gewoon goed naar kijken. Ik ben ook in goed overleg met de mensen die de projecten voor Eureka uitvoeren. Dus wat dat betreft moeten we daar gewoon wel even goed naar kijken. En daar ook gewoon dingen van leren. En we moeten denk ik over teelt heen kijken, heb ik daar netjes opgeschreven. Ja, inderdaad, hè, het is niet alleen een bonenprobleem of een uienprobleem. Het is een akkerbouw- en een volgrondsgroenteprobleem. Ja. En misschien zitten die bonen ook nogal graag op een ander gewas. Dan moeten we daar gewoon goed naar kijken. Ik weet dat er in de trips gekeken wordt. Hè. De trips in de spruiten is jarenlang een probleem geweest. Nou, in de uien, zal Dirk-Jan beamen, is dat niet anders. Maar... als je een perceel te Luzerne weghaalt, dan weet je zeker dat de uienperceel daarnaast de volgende dag last heeft van trips. Dus dat zijn dingen, dat moet je wel even aan elkaar knopen. Ja. En nou, daar is de trips in spuit al inderdaad. Maar voordat je over trips begint, wil ik toch even een vraag uit de chat noemen en graag jouw antwoord. Een van de deelnemers die is toch wel getriggerd door, jij hebt het een paar keer net ook al onder wonen en uienvlieg, heb je het woordje groene middelen genoemd. Dat triggert toch wel iemand tot vraag stellen. Die stelt de vraag, kunt u een voorbeeld geven van één of meerdere groene middelen en hoe we deze moeten toepassen? Hoe we deze toepassen? En dan hebben we het wel over toegelaten middelen. Kan je daar iets over zeggen? Dat wordt lastig. In uien hebben we natuurlijk de groene vlieg. Hè? Dat is dan een natuurlijke vijand die daar natuurlijk zijn werk kan doen. Nou, knoflookextract. Is ook al iets wat werkt. Nemgard. Sorry? Nemgard. Nemgard, ja. Nemgard. En er zijn een aantal middelen in aankomst. En dat is nogmaals, dat is lastig om te noemen. Ja. Maar daar zit een aaltje bij wat je gewoon met het zaaien mee kan geven. Er zit inderdaad gewoon een groen middel bij. En dan moeten we misschien inderdaad eentje bij het zaaien en dan nog een nabespuiting in het gewas. Dus die middelen kan ik nog niet noemen, inderdaad, want die zijn er nog niet. Die liggen gewoon in die proeven. Dus als de persoon straks naar de proeven komt kijken, kunnen we de objecten laten zien. Dus wat dat betreft, ja, ze zijn er wel en ze komen er ook echt aan. En een aantal zitten al tegen toelating aan. Nou, Nemgard heeft er al een. En die groene vlieg is er ook. En dat is wel iets, daar moet je ook gewoon mee leren werken. En dat is met alle groene middelen zo. Maar... ja, die komen er. En misschien moet je gewoon blijven ondersteunen met chemie. Maar ja, de groene middelen zijn, zeker voor dit probleem, zijn er straks. Ja. Oké, duidelijk. Dankjewel. Ja. Dat is een mooi bruggetje ook. Je noemde het net al ook over trips. Ja, trips is inderdaad wel een probleem. Dat zit natuurlijk in meerdere gewassen. En samen met AG-firma Sebeco ben ik ook wel aan het kijken. Zij doen daar ook wat proeven in. Om te kijken inderdaad, hoe zit het tussen de koppeling en de koppeling tussen met andere gewassen. Hè? Waar komen de problemen vandaan? Er zijn ook al ideeën met bankerplants inderdaad. Nou is dat wel lastig, want hoeveel moet je die erin zetten? En blijft dan nog wel gewas over wat je daartussen kan telen? Hè? Wordt het zoiets? Dus, is de vraag wat daar de effectiviteit van is. Maar ik denk dat we er zeker naar moeten kijken. Hè? Maar misschien kunnen we weer uit die bankerplants wel weer een stofje halen. Wat wel de nuttige aantrekt of zo. Hè? Misschien komen we daar wel op uit. Je moet natuurlijk ook kijken naar je gewasrotatie. Invloed van bemesting op trips is ook al iets wat wel in beeld is in die proeven die al gedaan zijn. Hè? Want als je een heel fel groeiend gewas hebt, dat is wat soms wat meer bevatbaar. En daar krijg je wel problemen mee. Dus wat dat betreft is het gewoon
het geheel. Het is niet inderdaad meer zo van we pakken middel X uit de kast en het probleem is opgelost. Dat is ook omdat de middelen niet meer zo werken als dat ze vroeger werken natuurlijk. Het is niet één middel en alles is klaar. Dat hoeft ook niet meer, denk ik. Het zal een combinatie worden van verschillende zaken. En ja, nogmaals, bodem is daar denk ik een hele belangrijke in. Maar de rest ook, inderdaad. En dan krijg je weer je IPM-verhaal. Je moet kijken naar je gewas, naar hoe je start. Heeft er allemaal mee te maken. Ja. Maar zoals jij het voorstelt, het is een mix. Hoe zie jij dat dan in de praktijk, Dirk-Jan? Het gaat over een combinatie van maatregelen die je neemt. Dat is gewoon de manier van hoe je gaat boeren. Er wordt dus een heel andere manier van boeren wordt er van ons verwacht. En ja. dat is wel een uitdaging. En ik heb het wel eens vaker vergeleken. Mijn vader is 84. En die heeft die hele ontwikkeling van gewasbescherming eigenlijk meegemaakt. Van de DDT-spuit tot nu. En dat is een hele generatie is dat geweest. En nu wordt er van deze sector verlangd. En dan loop ik alweer vooruit op volgende week. Om in tot 2030 nog 8-9 keer repeteren. En dan moeten we er klaar voor zijn. Ja. En ik ben met Peter eens, er zijn heel veel groene middelen zijn er onderweg. Maar we kunnen er geen 4-5 opnoemen hier. Nee, dus er zit nog een hele lange weg is er nog te gaan. En ik denk dat het ook wel goed is dat die middelen allemaal goed getoetst worden. Zoals ook gewasbeschermingsmiddelen. Want een groen middel wil niet meteen zeggen dat hij niet schadelijk is voor omgevingen, mensen en dieren, zeg maar. Dus daar moeten we ook wel heel serieus en goed naar kijken. Dus dat kost gewoon tijd. En ja, dus dat is wel een dingetje. Ik heb een vraag in de chat gekregen over tijd, 2030. Maar die stel ik aan jullie aan het eind, aan jullie allebei. Dus dan weten jullie alvast. Er komt nog een vraag daarover. Peter, wat wil je nog toelichten over luizen in kool en sla? Ja, dat is ook zo eentje natuurlijk. Met de verdwijning van admieren, het verdwijnen van admieren als zaadbehandeling, zijn er ook gewoon de problemen met luizen opgekomen. Dus daar hebben we wel, toen we dat al zagen aankomen, hebben we daar de ontwikkeling ook gelijk ingezet op die andere middelen die daar staan. Dus van Toprime, Batavia, Movento, die zijn inmiddels in die gewassen toegelaten en ook al veelvuldig gebruikt. Dus wat dat betreft is daar het probleem met de luizen volgens mij wel weer een heel eind onder controle. En we zijn wel aan het kijken inderdaad, de inzet voor zaadbehandeling, want dat is toch wel te prefereren, denk ik, boven veel bespuitingen. Dat als je met zaadbehandeling opkoolst, ja, dan ben je ook gewoon weer van een deel emissie af. Dus die inzet gaat wel door. Ja. Ja. Maar even bij het laatste zaadbehandeling krijg ik toch een beetje ook, zeg maar, toch het roept wat herinnering op aan de neonicotinoïde. Mm-hmm. Als zaadbehandeling is het een perspectiefvol pad bij in dit geval? Het zal nooit een pad zijn wat we tot na 2030 blijven behandelen. Dat geloof ik ook niet direct. Maar het helpt wel weer in de weg daar naartoe. En er zijn in ieder geval bedrijven die daarin geloven. Dus inderdaad, gewasbeschermingsmiddelen bedrijven in dit geval. Dus er wordt ontwikkeld en die komen op de markt. En daar moeten we ons voordeel mee doen, denk ik. En daar kunnen we misschien zijn er ook wel die minder effectief zijn. Maar dan kun je inderdaad wel bijsturen met groene middelen bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft zal het NN zijn, denk ik. Ja. Okay. En een admire krijgen we niet meer terug. Dat geloof ik ook niet. Maar wel iets waar we met een combinatie met iets anders kunnen vergelijken. Denk ik. Dankjewel. De laatste sheet, knelpunten. Je hebt aardig het werk. Ja. Ik blijf gelukkig bezig. Ik zal deze even heel snel doorlopen, want er zijn een aantal dingen die gewoon wel doorlopen. Ook in grote gewassen hebben we dus inderdaad problemen, hè, natuurlijk. De ritnaalden in aardappelen. Dat is het enige middel wat ik wel noem overigens hier. Volgens mij staat het daarna nog alleen. Maar Belem zijn we bezig om een wederzijdsherkenning vanuit Oostenrijk te bewerkstelligen. Die ligt nu gewoon bij het CTGB, dus die komt er eigenlijk aan, als het goed is, dit jaar nog. En die wordt ook onder andere toegelaten in wortel, suikerbiet, kool en ui, wat ik al. En nog een breder etiket hoor, maar ik heb even de belangrijkste gewassen eruit gehaald. Potaardappelen, luizenbestrijding, daar zijn we ook bezig met een zonale uitbreiding van een middel. En dat is inderdaad wel. Jammer, maar die is nog iets verder weg. Cercospora suikerbieten is natuurlijk iets, daar komt een nieuw middel aan. Is er ook eentje die natuurlijk bij de zaadbedrijven ligt om daarop te veredelen. Om dat te voorkomen, maar er is in ieder geval, er zijn nu al een paar middelen toegelaten, maar er komt een nieuw middel, is er nu een aanvraag. Nou, soja heb ik net al gezegd, teelt die misschien wel wat gaat uitbreiden als
als de eiwittransitie echt in gang komt. En daar zijn nog gewoon weinig middelen voor beschikbaar. Omdat het gewas in Nederland, het wordt op hele kleine schaal al wel geteeld natuurlijk. Maar ja, de middelen ontbreken daar nog. Dus daar kijken we naar of we daar met een weefsheidsherkenning vanuit een ander land. Of gewoon met het residupakket vanuit bonen wat nu al er is. Om daar een uitbreiding te krijgen. Dus wat dat betreft is dat nog redelijk eenvoudig. Nou, grasaanteelt zwarte roes is eentje die al wel heel lang speelt. Ja. Het probleem is, grasaanteelt is in Nederland geen klein gewas. Is te groot, dus je kan niet via het fonds een toelating aanvragen. In Denemarken is grasaanteelt een klein gewas volgens de overheid. Dus en er staat volgens mij nog veel meer dan dat er hier staat. We zijn nog wel steeds met één middel bezig. We hebben de vrijstelling, is dan in dit geval samen met planten voor het uitgangsmateriaal. De vrijstelling al wel aangevraagd, maar die komt er gewoon niet door omdat het niet geaccepteerd wordt. Maar samen met toelatingshouder wordt ook aan de toelating wel gewerkt. Dus wat dat betreft, ik zal niet zeggen dat het hele knelpunt gelijk opgelost wordt, maar één middel komt er in ieder geval aan, dus dan wordt het in ieder geval wat makkelijker. Ja, vlas is er ook zo één, klein gewas. Ja. Daar valt er nog eentje weg, Callisto. Daar lopen nu wel voor een ander middel loopt er een aanvraag via het fonds, dus die ligt bij het CTGB. Dus het idee is nu dat voordat Callisto wegvalt, dat de vervanger er is. Dat is eigenlijk de meest gunstige weg zoals ze die moeten hebben. Hè. Dat je niet met een gat zit. Ja, en dan de laatste knolcyper is gewoon eigenlijk over het algemene probleem. Ja. Maar dat is ook het probleem van versjouwen van grond natuurlijk. Daar zijn wel wat middelen die werken. Er wordt nog onderzoek gedaan naar nieuwe middelen samen met België in dit geval overigens. Maar ja, dat heeft ook bijna weer een hygiëne aspect waar je naar moet kijken. Dat is er wel eentje die je heel goed in de gaten moet houden. Hè. Ik weet dat er vanuit de vakgroep ook nog wel eens met de NVWA is gesproken over inderdaad wat doen we met de verordening die daar ligt. Hè. Krijg je gelijk een teeltverbod of kunnen we dat anders op gaan lossen? Hè. Je kunt beter kijken naar bestrijding, denk ik zelf, maar volgens mij wordt er ook wel naar gekeken. Dus dat zijn wel de dingen die langskomen. En nog een hele lijst, maar laten we het hier vanavond even bij laten. Ja. Maar voordat we iedereen bedanken voor zijn deelname. Ik heb in de chat wel nog een hele leuke afsluitende vraag gekregen. Er zegt iemand, ik heb met heel veel bewondering naar het verhaal van Peter van het Westeinde geluisterd. Dat hoor ik altijd graag. Ja, maar ook enorm veel bewondering voor het geduld. En daar zit ook een ander punt aan vast, is van, je hebt ook over gehad over de zonale uitbreiding. 20 jaar. Ik ben zelf ooit betrokken geweest ook nog bij knolcyperus. Dat loopt over de bestrijding, de plicht om daar te komen. Dat loopt ook al 15 jaar. Het zijn trajecten van hele lange adem. Maar we moeten ook nog richting 2030 en daarna willen we ook nog, ook in het gelet op het GLB, ligt een opdracht voor voedselzekerheid. Of gaan we 2030 halen? Jullie graag even allebei een terugkoppeling erop. Ja, die vraag die moeten we ons iedere dag stellen, denk ik, of we dat gaan halen. En daar moeten we inderdaad ook bij bedenken dat we daar inderdaad gewoon iedere dag ons stinkende best van moeten doen. En zo zit ik er ook wel in. En inderdaad, hè, bedoel, als van de industrie niet komt, ja, dan bel ik gewoon nog een keer. Ja. Inderdaad, je moet gewoon bezig blijven. Het zijn hele lange trajecten. Ik zit voor mijn hobby ook nog in de politiek, dus wat dat betreft zijn het ook nog wel eens lange trajecten, in de lokale politiek in dit geval. Maar ik denk dat we het gewoon moeten blijven benadrukken. Want als je stopt, dat weet ik in ieder geval, als wij stoppen gebeurt er helemaal niks meer. Okay. En als je niet bezig blijft, dan weet je, als je er niks aan doet, weet je zeker dat er geen oplossing komt. En hoe lang het ook duurt, en geloof me, volgens mij duurt het af en toe ook wel eens te lang. Maar ja, als ik niet meer aan Bayer vraag, wil jij met middel X iets gaan doen, dan komt die uitbreiding niet. Okay. En dat is wel zoals ik erin zit. Je moet er gewoon aan bezig blijven. En ik heb inderdaad heel veel geduld. En als ik tegen Bayer begin te vloeken van je moet dit middel doen, dan komt die er ook niet. Dus op die manier werkt het ook niet. Ik denk dat we wel inderdaad in Den Haag af en toe misschien wat meer met de vuist op tafel moeten slaan. En dat gebeurt ook echt wel. Maar dat is de enige plek waar het kan versnellen en waar je de regels kan veranderen. Het CTGB zegt ook altijd gewoon van ja, wij krijgen regels opgelegd vanuit het ministerie. En op die manier moeten wij werken. Dus wij kunnen ook niet anders. Hè. Dus dat is ook alweer het begrip wat je dan op moet brengen. Dus we zullen het toch in Den Haag en vooral ook in Brussel, denk ik, moeten regelen. Ja. Dirk-Jan, 2030 is nog 9 keer planten. 9 keer draaien. Hoe kijk jij met wat voor gevoel kijk je ernaar? Gaan we het allemaal halen? Al die opdrachten, wensen,
plannen? Ja, we gaan het halen. We gaan het niet halen zoals vandaag voorgesteld wordt. Want er zomaar heel veel gepoetst en aangepast moeten worden en veranderd moeten worden. We komen tot inzicht dat het niet zo snel kan of veel sneller kan. Dus dat gaat allemaal anders dan dat we nu zien. Maar ik denk dat we wel een weg ingeslagen zijn die enorm ambitieus is. Nou, persoonlijk ben ik wel een beetje rasoptimist. Dus dat geeft mij wel hoop dat we het halen. En in jouw inleiding een stukje over deze vraag is, dan noemde jij voedselzekerheid. Nou, als we dan helemaal teruggaan in een vanaf na de oorlog, verdrag van Rome, daar is een van de hoofdpunten is voedselzekerheid geweest. Misschien zijn we nu vandaag wel een beetje het slachtoffer van die drang naar die voedselzekerheid, dat we het te goed hebben gedaan met veel produceren en heel erg veel. Nou, daar wordt nu van ons verwacht dat we tot een ander inzicht en een andere inkeer gaan komen. Het zal waarschijnlijk meer op voedselkwaliteit en uiteraard voedselzekerheid. Want ja. Ik moet er niet aan denken dat in het gedrang komt. Het zal ons verschrikkelijk goed helpen bij de prijsvorming, denk ik. Maar ik denk niet dat wij moeten willen dat we een hoge prijs gaan krijgen over honger of wat dan ook. Dus okay. Ik denk dat dat niet moet. En ik denk dat het ook een belangrijke boodschap kan zijn voor politici die mede met ons dit tot stand brengen. Van dat het voedselzekerheid wel een heel belangrijk item blijft. Ik las pas een artikeltje. Als wij alles in Nederland houden qua voedsel en import stop gaan zetten, dan zijn we nog niet in staat in Nederland om voldoende voedsel voor ons allemaal met elkaar te gaan verbouwen. Is wel een heel belangrijk teken aan de wand, denk ik. Ik denk dat het ook een heel mooi slotwoord is. Dankjewel, Peter, Dirk-Jan. Voordat ik afscheid van u neem, wil ik even opmerken dat we volgende week, woensdag 2 juni, ook weer om 19:30 een webinar hebben. Dan gaan we in op het uitvoeringsprogramma Glasbescherming. Het is al een paar keer aangestipt. Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kunt u dat nog altijd. En vanaf deze plek voor nu wens ik u een prettige avond en wil ik u danken voor uw deelname. En bedankt en tot ziens.